Welkom bij 42 Actueel, met deze week de volgende onderwerpen. Huizen zijn overal meer waard geworden, dus ook in West-Brabant. Opvallend hoge stijgingen van de WOZ-waardes zijn er in Drimmelen en Steenbergen. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek over 2021 blijkt Drimmelen de absolute uitschieter. In onze gemeente stijgt de gemiddelde WOZ-waarde met 15%. Een huis was in 2021 gemiddeld nog €294.000 waard. Dat is nu al €338.000. Het college van Drimmelen heeft besloten de extra energietoeslag voor lage inkomens te verhogen tot van 800 euro naar €1.300. Huishoudens met een inkomen tot 120% van het minimum en die voldoen aan de verdere voorwaarden, komen hiervoor in aanmerking. Het Rijk stelt daarvoor geld beschikbaar, naast de landelijke compensatie voor alle huishoudens via de energiebelasting. Iedereen in de gemeente Drimmelen die de eerdere energietoeslag van €800 reeds ontvangen heeft of nog voor 1 september ontvangt, krijgt in september een extra bedrag van €500 automatisch op zijn rekening gestort. In Lage Zwaluwe aan de Noord-Brabantlaan reserveert de gemeente 2 parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen. Dit geldt ook voor de Brabantstraat in Terheide. Er wordt op beide plaatsen 1 parkeerplaats ingericht en bij veel gebruik volgt een tweede. Van 8 tot en met 15 september is het weer kermis in Terheide. Op 11 september is ook nog een braderie. Verschillende straten in het centrum zullen dan zijn afgesloten. Wij wensen iedereen die van kermis houdt heel veel plezier. Op 2 september werd in aanwezigheid van wethouder Harry Bakker het seizoen van zomervermaak afgesloten in de Antonius Abtkerk in Terheide. Ook reikte Harry een bronzen bever uit aan de heer Nick van Tienen. De heer van Tienen ontving de bronzen bever voor zijn jarenlange vrijwilligersactiviteiten voor Stichting Zomervermaak Terheide en een tweetal verzorgingstehuizen. Omroep Drimmelen was ook aanwezig en maakte de volgende beelden. De stichting heeft namens eigen stichting hebben de gemeente gevraagd om Nick van Tienen, geef even 2 stappen naar voren, vanwege die verdiensten een bronzen bever toe te kennen. En ik denk dat hij dat zeker verdient. Een heel standvastig man. Dus applaus voor Nick van Tienen. En dan heb ik ook... Ik zal hem nog even geven, hij is best wel zwaar, pas op, er komt nog een mooie pakket erbij. En dit is de bronzen bever, als ik ook kom, pak, dan komt dat helemaal goed. Kijk, Niek, getekend door onze burgemeester, vanwege je grote verdiensten voor met name de Stichting Zomervermaak, maar ook al je andere activiteiten, heel goed gedaan. En hij gaat nog door, dus ik denk een heel welverdiend applaus voor Niek van Tienen. Houdt u van dansen? Dan kunt u vanaf woensdag 21 september danslessen volgen in Sociaal-Cultureel Centrum De Maaiboom in Made. Er zijn zowel lessen voor beginners, gevorderden als singles. De danslessen worden op woensdagen gegeven en zijn een initiatief van de buurtsportcoach van Surplus. Beginners met partners kunnen van 2 tot kwart voor 3 terecht, de singles salsa van 3 tot kwart voor 4 en de gevorderde dansen van 4 tot kwart voor 5. De kosten per les bedragen €3,50 per persoon. Om deel te nemen kunt u contact opnemen met buurtsportcoach Tasja van Dam. Zaterdag 17 september gaat de energiebrouwerij van het TEC Terheide in bedrijf. Ze hangen deze dag de slingers op en zetten de deuren van de brouwerij aan de Schanstraat 17 speciaal voor iedereen open. Tussen 10 en 3 uur kunt u met eigen ogen zien hoe de eerste traaise warmte wordt gemaakt. Om 1 uur komt wethouder Jurgen Vissers van gemeente Drimmelen voor het officiële moment van deze dag. In de week van 19 september gaat de warmte naar het dorp en worden de eerste huizen aangesloten.
Aanmelden voor de open dag is niet nodig. In onze gemeente zoekt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat nog een klimaatburgemeester. Vindt u ook dat we met elkaar, burgers, bedrijven en overheid, de strijd moeten aangaan tegen klimaatverandering? Doe dan mee. En inspireer andere Nederlanders om ook duurzamer te gaan leven. Naast een klimaatburgemeester wordt ook gezocht naar bedrijven en organisaties die zich aansluiten als klimaatsupporter voor de Nationale Klimaatweek. Dit was weer 42 Actueel. Na deze uitzending staan een aantal andere leuke onderwerpen voor u klaar. Veel kijkplezier. We zien u graag volgende week weer terug.